guys. Het is zo raar om weer tegen de camera te praten na even een break te hebben gehad. Voor degene die mij volgde of volgen op Instagram, die weten dat ik 2 weken even ertussenuit ben geweest met het gezin. We zijn naar Curaçao geweest en hebben het daar zo heerlijk gehad. Ik had mijn camera ingepakt, telefoon, alles helemaal meegenomen, mijn laptop. En toen we aankwamen op Curaçao, toen ging allereerst mijn telefoon kapot. Wat eigenlijk wel de perfecte timing was. Want daardoor heb ik gewoon heel weinig op de telefoon gezeten. Mijn beeldscherm was namelijk kapot. Ik ben nog wel heel eventjes naar een winkel daar geweest om te kijken of ik het kon laten maken. Maar ja, dat duurde dan 4-5 dagen voordat het scherm binnen was. En dan was je 200-300 euro meer kwijt dan in Nederland. Dus ik dacht, weet je wat, het is wat het is. En blijkbaar wil het universum gewoon dat ik het wat rustiger aandoe en lekker even geniet op vakantie en in het nu leef. Dus dat heb ik losgelaten en heb ik echt super erg genoten van de vakantie zonder telefoon. Heel af en toe wat gepost en erop gezeten om eventjes te updaten hoe het daar ging en zo. Maar voor de rest heb ik het helemaal lekker losgelaten en zo erg chilled to the max. Ja, het was ook maar eventjes goed dat dat allemaal gebeurde. En de vlogcamera die wilde ik de tweede week erbij pakken. En toen ineens werd ik de tweede week helemaal niet lekker. Toen ben ik ook even naar het ziekenhuis geweest voor een check-up. Omdat ik natuurlijk, toen we daar waren was ik 26, 27 weken zwanger. En ik wilde gewoon even weten of alles wel goed was met de baby en met mij. Of het wel allemaal goed ging. Omdat ik gewoon niet zo goed op mijn benen kon staan en heel duizelig werd steeds. Dus controle gehad daar bij het ziekenhuis, wat gelukkig tegenover ons hotel zat. En de bloedwaardes waren gewoon goed. Urine getest, dat was ook allemaal goed. En de baby die was ook gewoon helemaal oké. En die voelde ik ook gewoon iedere dag bewegen. Maar ik zei echt tegen twee van, ik moet nu echt even naar een specialist of zo gaan. Want ik werd ineens zo naar op een dag dat ik wakker werd. En ja, gewoon door de warmte niet meer op mijn benen kon staan. Terwijl de eerste week ging het gewoon helemaal goed en had ik nergens last van. Maar de tweede week, misschien ook door andere voeding daar, ging het gewoon steeds slechter. Dus ik ben heel blij dat dat erop zit en dat alles gewoon goed was gegaan verder. Nu zijn we alweer aan het inpakken voor onze volgende reis. Want we gaan morgen nog 2 weken naar Ibiza. En we hadden echt zoiets van, ja, Nela die is binnenkort leerplichtig. Ze is nog geen 5, dus na 5 ben je leerplichtig. En ik ga binnenkort bevallen van baby nummer 3. Dus we wilden nog wel eventjes weg, stiekem, nadat we naar Curaçao waren geweest. En hebben we een hele mooie villa gevonden op Ibiza. En daar gaan wij dan 2 weken lekker zitten. En onze, tenminste mijn moeder komt ook die kant op. Mijn zusje komt die kant op. De moeder van Dween. En mijn vader. Mijn vader komt de eerste dagen. En de tweede week komen de moeders met mijn zusje. En mijn zus zou nog even kijken of het lukt voor haar om ook te komen met Janae. Zodat we alle zusjes en mijn moeder en de moeder van Dween dan bij elkaar hebben. Maar ze moest nog even kijken of dat ging lukken. Want de ticketprijzen worden nu steeds duurder en duurder. Dus mocht het niet lukken, dan kunnen we volgend jaar even kijken om met z'n allen zoiets te doen als de baby er is. Dus dat is ook wat we gaan doen. Dus daarvoor moeten we ons nu een beetje voorbereiden. Ik heb net mijn haar vast gewassen. Ik ga straks de spulletjes van de kinderen in de koffer stoppen. Ik heb alles al uitgezocht. Ik ga nu zo meteen Nissa even wegbrengen naar een kattenhotel. En ik moet nog wat laatste dingetjes doen voor campagnes. Dus daar ga ik me even op focussen. De kinderen zijn nu, as we speak, bij de opvang. Dus ik heb even mijn handen vrij om dit soort dingen te gaan doen. Nu ben ik even trouwens mijn skincare aan het aanbrengen. En dit is het Clean Glow Vitamine C Serum. Die kennen jullie wel. Die heb ik net op mijn gezicht aangebracht. En die laat ik dan eventjes een paar minuten intrekken. Dus dat is nu gebeurd. En dan doe ik mijn dagcreme op van Clean Glow. De Hydrating Moisturizer. Die kennen jullie ook wel. En Clean Glow heeft trouwens ook op hun website van die bundle kits. Dus mocht je meerdere producten willen bestellen, dan kan je ook zo'n bundel bestellen. En dan bespaar je ook geld. Wat ik ook altijd heel fijn vind. En voor jullie heb ik ook een kortingscode. Die zet ik gewoon weer even hier in het scherm erbij. En hieronder in de beschrijving. Die loopt echt al forever door. Maar mocht je die hebben gemist of nooit hebben meegekregen, dan weet je nu dus dat je die ook kunt gebruiken. Ook op de bundels, eigenlijk op alle producten op de hele website. Dus dat is wel handig om even te weten. Ik ga zo naar buiten. Dus dan doe ik ook even mijn sunscreen op van Clean Glow. Dit is hun nieuwere product. En deze die beschermt de huid tegen de zon. En daar doe ik altijd 2 pompjes van op mijn gezicht. Ook al is het een regenachtige dag met af en toe zon. Ik heb altijd sunscreen op. Het is ook echt geen
extra moeite om dat te doen, vind ik. Want het beschermt je huid alleen maar. En als je dan toch al bezig bent met crèmetjes opdoen, dan waarom niet meteen een SPF erop smeren. En zoals je kunt zien is dat hij ook niet heel sticky is en heel dikkig. En hij laat ook geen waas achter. Dat vind ik ook echt top. Dus het is gewoon een hele milky sunscreen die ook perfect is voor onder je make-up. Dus ja, dit zit er dan op. En dan ga ik straks ook mijn make-up eventjes aanbrengen. Maar niet te veel, want ik ben toch een beetje aan het rommelen in huis. En koffie inpakken, dat soort dingen. Dus dan hoeft er geen planmuur op. Die sunscreen die beschermt trouwens de huid ook tegen blauw licht van de laptop. Dus dat is ook wel goed om te weten. Mocht je op kantoor werken of veel achter je laptop zitten, hij beschermt de huid daar volledig tegen. En natuurlijk gewoon tegen de zon. Dus dat zit er nu op. En dan doen we tot slot nog een beetje oogcreme op van Clay & Glow as well. Dat is deze. En die is zo fijn. Dat is echt zo'n verkoelende oogcreme. En die smeer ik dan zo onder de ogen. Oh, komt bijna niks uit nu. Ja. En dan ben ik alweer klaar met mijn dagverzorging. En dan ga ik straks make-up op doen. Maar eerst even mijn haar feunen en me aankleden. Dan is alles gewoon goed ingetrokken. Want vaak als ik meteen mijn make-up doe, dan blijft mijn make-up ook niet mooi zitten. Ik laat eerst altijd mijn dagcreme een beetje inwerken. Dus intussen maak ik dan een smoothie of ga ik even werken. Zoals ik al zei, kortingscode en alles staat hier en in de beschrijving. En ook een linkje of linkjes naar de producten. Het is echt al heel veel later en de kinderen die liggen te slapen. Dus ik heb nu even een momentje om de koffers in te pakken en klaar te maken. Ik had alles al klaargelegd qua kleding wat meegaat. Het enige is dat ik het nog even in de koffer moet stoppen en de laatste dingetjes erbij doen. Die last minute nog werden gebruikt. Dus dit ga ik nu even snel hierin doen. En dan mijn eigen spullen ook in de koffer stoppen. En die van Nela. En dan is dat klaar. Hoeven we morgenochtend niet meer te stressen. Want we gaan rond een uurtje of 11 vertrekken. Dus alright, ik ga dit even snel doen. Dan kan ik een beetje vroeg naar bed. Want ik ben echt helemaal kapot van vandaag. Wij gaan naar vakantie. Ja? Gaan we naar vakantie? Good morning vanuit Ibiza. Ik heb heel weinig gevlogd van de vlucht. Maar we zijn super relaxed hier aangekomen. Helemaal gesetteld in ons huisje waar we de komende 2 weken zullen verblijven. Wij zitten in echt een super, super, super leuke Ibiza finca. Ik ga jullie hem later even laten zien. Ik moet zo meteen nog even de koffer uitpakken en dingen opbergen wat hier nu allemaal op het bed ligt. Maar het is vandaag een beetje bewolkt, dus we gaan eerst even naar de stad. We hebben nu al 2 dagen echt heerlijke zonnige dagen gehad en lekker bij het zwembad gelegen. Maar ja, vandaag is het weer dus wat minder, dus we dachten we gaan even lekker wandelen hier, want Wayne heeft de stad ook nog nooit gezien. Even de spullen bij elkaar verzamelen en dan gaan we die kant op en dan laat ik jullie later als we terug zijn even het huisje zien in alle rust. Zodat jullie dat ook hebben gezien waar wij verblijven. Want het is echt niet normaal. Het uitzicht hier, maar ook gewoon de locatie, de rust, het interieur. Het is gewoon zo knus en Spaans. Ik vind het helemaal leuk. Dus dat ga ik jullie straks laten zien. Maar eerst gaan we nu even de stad in. Zo mooi. Nieuw pakje van de Zara. Lekker. En deze schoentjes zijn echt te cute. Wil je je voeten zo omhoog doen op? Die waren net op tijd binnen, hè, voordat we weggingen. Ja. Had papa voor jullie besteld. Geen idee hoe het model heet, maar ik vind ze in ieder geval heel erg schattig. Met die bruine beentjes van je. En nu gaan we naar de? Speelgoedwinkel. Oh ja, speelgoedwinkel naar de stad. Even kijken of alles een beetje open is nog. En even wat lunchen. Ja. Let's go. Joen, wat voor ijsje heb jij? Nom? Nom. Nom, nom, nom. Opa, lekker? Ik heb die ook. Welke heb jij? Ik
Good morning, het is de volgende dag en wij hebben onszelf klaargemaakt om even te gaan ontbijten in de stad, of tenminste bij de haven. En dit is de outfit of the day. Voordat we gaan dacht ik laat het nog eventjes zien met een buikupdate. Ik ben vandaag 30 weken zwanger, dus het gaat heel snel. Maar dit jurkje die heb ik van ASOS. Een knal oranje jurkje. Je ziet het niet echt heel goed met het licht. Maar oh, jawel, nu wel. En daaronder draag ik slippertjes van Tamaris. That's it. Dus off we go. We gaan lekker even eten bij Cappuccino. Echt een heel leuk tentje. We zijn net aangekomen bij de haven van Ibiza. En hier gaan we eten bij Cappuccino. En hiernaast zit een hele grote... beestje. Een hele grote speeltuin. Het is nu nog lekker rustig. Dus ja, die gaan we even laten zien. Dat is deze. Oh, wil jij het laten zien? Oké, wacht. Dan moet jij de kamer goed vasthouden, ja? Zo. Ga het maar laten Kijk, zien. Kijk, dit is het speeltuin. Ik weet niet of jullie het goed zien. Maar wij zijn wel bij Cappuccino. Ja, Cappuccino is daarachter. Ja, en dit is jullie piratenspeeltuin. En hier gaan we straks lekker spelen als we hebben ontbeten, ja? Ja. Nou, dit is dus de haven. Zie je allemaal mooie winkels en gezellige eetentjes. We zijn hier laatst 's avonds geweest, maar overdag is het nog rustiger dan 's avonds, hè, hier. Ik ga maar weten. Dinner is served. Ik heb lekkere havermout en jij hebt een pannenkoek. Papa ook pannenkoek natuurlijk. Rozantje, smoothie. Even een power shotje voor mama, want it's much needed, hè, spinazie. 1, 2. Oh ja hoor, tuurlijk. Eerst moet even gehangen worden. En dan naar beneden. Hoppakee. 2, 3. Go. Vasthouden, vasthouden. Hoppa, wow. Die ging hard. Het ziet er gewoon zo droog uit. Het lijkt zo'n een autostoel. Heb je een Ferrari schommel? Oh! Oké, jongens, het is tijd voor een house tour. Ik doe even de deur snel dicht, want anders dan wordt het heel warm binnen. Maar dit is dus het huisje waar wij verblijven. Echt een super schattige Spaanse finca. Het is hier zo fijn. Het is echt. Ja, gewoon een heel lekker, best wel groot huis, ook voor 6 personen. Hier heb je allereerst de keuken. Hele ruime keuken met een grote eettafel. En als je daar achter naar buiten loopt, dan kom je bij het zwembad. En daar hebben we net even wat spullen uitgeladen, maar dan kan je ook lekker eten aan zo'n picknicktafel. Dat laat ik jullie straks even zien. Lekkere grote koelkast. We moeten straks weer even boodschappen doen, dan is die nog beter gevuld. Want de moeders die komen ook van de week natuurlijk. Dus we gaan nog eventjes wat dingen inslaan. Maar in ieder geval hebben we fruit en genoeg drinken en zo allemaal hierin staan. Dus dat is lekker gevuld. En als je dan doorloopt heb je hier in de gang rechts de badkamer van de kinderen en mijn vader op dit moment. Mijn vader die blijft hier een paar nachtjes slapen. En dan de tweede week komen zeg maar de moeders. Dus dit is dan hun badkamer. Heerlijk. De ramen was tafel en een douche en wc en dat is het. Dus die lamp doe ik weer even uit. Hierachter is nog een slaapkamer waar mijn vader dan nu slaapt. Ook een hele fijne ruime kamer met 2-persoonsbed en airco. Die heb ik net even aangezet, heerlijk. Dus die verblijft hier. En hierachter slaapt Joentje, dus die laat ik eventjes dicht, maar dat is hun kamer. Hier beneden heb je een washok. En hier de woonkamer. Ook echt een hele fijne woonkamer met een terras. En dat uitzicht van het terras. Wacht, dat ga ik je even laten zien. Als je hier dus naar buiten loopt, dan kan je 's ochtends of 's avonds lekker nog wat drinken. Er komt zo'n oase van rust op je af als je dit ziet. Dat is gewoon niet normaal. Daarachter, dus de zee, dat is het Calatarida-strand. We zijn daar ook al geweest en ja, het was gewoon echt een prima strandje om naartoe te gaan. Heel veel rotsen en zo, super mooi om te zien.
En dan daarachter heb je nog heel veel andere mooie strandjes waar we nog niet zijn geweest. Maar in ieder geval is dit dus ons uitzicht vanaf het huis. En hier kun je het huis nog zien vanaf deze kant. Ook echt heerlijk hoe dat eruit ziet. Echt major interior of tuin inspo in dit geval. Ook super mooi hoe alles dan zo gestukt is. Dan heb je nog een trapje naar beneden. Maar daar komen we eigenlijk niet, want ja, hier heb je niet zoveel te doen. Behalve dat er allemaal auto's geparkeerd kunnen worden. Dus dat is het dakterras. Echt een heel fijn plekje. Om je ochtendkoffietje of ontbijtje te doen, kan ook gewoon hier. Dan ga ik weer even naar binnen. En dan hebben we hier nog een bank. TV met Netflix en alles erop en aan. Zitten gewoon smart tv in. En dan hebben we hier de slaapkamer van Dwayne en mij. Die is nu helemaal donker eventjes. Ook echt een prima slaapkamer. Lekker airconditioning erbij. En zelfs een mini balkonnetje zit er. Dus die kan je eventueel openslaan, die deuren. Maar het is nu gewoon echt te warm. Dat we gewoon echt leven op airco. En heel soms, 's ochtends doen we even lekker de ramen open om door te luchten. Dus ja, dat is dan ons bed. Het is trouwens net schoongemaakt. Dus dan zien jullie hoe het eruit ziet als je hier binnenkomt, normaal gesproken. Hier hebben we onze badkamer, die eigenlijk exact hetzelfde is als de badkamer van de kinderen en van mijn vader, die ik net liet zien. Dus eigenlijk gewoon helemaal prima. Lekker badkamertje, helemaal niks op aan te merken. En dat was het. Dus van ons, zeg maar vanuit onze kamer loop je weer terug naar de woonkamer. En heb je daarachter dus de andere slaapkamer zitten. En hebben wij ook hier gewoon even ons eigen, ja, space, wat ook wel weer heel fijn is. Dus ja, dat is ons verblijf. Echt heel blij mee. Nela heeft trouwens de haar laten vlechten. Zullen we dat wel even laten zien? Kijk, heeft ze bij Calaterina strand laten doen. Had ze zelf de kleurtjes uitgekozen, roze. En dan heeft ze één kant gevlochten. Dus dat zit nu nog steeds goed. Dat is echt al 2 dagen nu mooi gebleven. Dus... En Anneke gaat een andere haar kiezen. Ja, Anneke is een ander kleurtje misschien, bedoel je? Ja, dan denk ik dat hier gewoon mijn haar in gaat zitten. Gewoon je eigen haar? Ja. Dat is hoe mama het heeft. Nee, gewoon mijn eigen haar ergens in zitten, in zo'n touwtje. Oh, en dan een ander kleurtouw, bedoel je? Ja. Oké. Nou, daar staan nog wat spullen die we net uit de auto hebben geladen. Ja. Maar oh, wat is dit toch een fijne plek. Dat geluid van die krekels alleen al. En Nela, hier en daar wat salamandertjes. Dit is waar ik me straks ga installeren. Het lichtbedje in de schaduw. Maar oh my god, het is zo heerlijk. Dit zwembad is super groot. En de kindjes vermaken zich de hele dag, vooral Nela. Die is helemaal dol op zwemmen. Dus we hebben lekker een luchtbedje. Een unicorn. En ook hier heb je weer het mooie uitzicht op de zee. Dat is net wel even een extraatje. Verder heb je daarachter ook een buitendouche. Vind ik ook heel fijn. En een toilet. Mochten de kinderen heel snel pipi moeten doen, dan kan dat. En dit is toch wel echt het fijnste van het hele huisje. Waarom we deze ook hebben gekozen, omdat er een speeltuin bij zit. En nou ja, dit is gewoon vooral Juna haar favoriete plekje. Want zij is dol op wipwappen en glijbanen. Dit huisje gaan steeds ice cream aan ons verkopen. Juna die klimt dan zelf op dat schommeltje. En die is de hele dag op en af aan het glijden van deze glijbaan hier in het hoekje. Dus ja, dat is wel echt een groot pluspunt van deze villa, de speeltuin. En daar heb je dan een soort cabana hutje nog, waar je lekker kan chillen. Opa die ligt daar dan soms in de schaduw een beetje weg te dutten, terwijl de kinderen hier aan het spelen zijn en wij lekker in het zwembad liggen. Heb je een soort badmeester hier en de ouders die dan aan het chillen zijn. Het is echt een heel mooi plekje. Kijk, een salamandertje daar. Die lopen hier de hele tijd rond. En soms dan hebben wij bijvoorbeeld een chipje of zo op de grond laten vallen. En dan zie je ze er gewoon mee wegrennen.
Dus we zitten hier eigenlijk midden in de natuur. Wat we heel fijn vinden. We komen hier echt helemaal tot rust. En heb je hier ook nog een buitenkeuken. Ik moet eerlijk zeggen, die hebben we nog niet echt gebruikt. Je kan hier ook niet barbecuen nu in verband met de bosbranden. Dus dat is wel jammer. Maar het zit er wel. Dus mocht het ooit wat minder warm zijn, dan kan je dus wel gewoon barbecuen buiten. Maar nu is het gewoon echt 33 graden, soms 36 graden. Dus dat is gewoon net even te gevaarlijk. Maar je kan hier lekker buiten nog eten. We hebben hier al een paar keer lekker een broodje gegeten. En dan is dit het uitzicht vanaf de eettafel buiten. En dat was de tour van het huis. Ik ga nu lekker een plons in het water nemen, want Joentje ligt dus lekker te slapen. De temperatuur van het zwembad is ook echt heel fijn nu op dit moment. Wij gaan er lekker in. Even kijken waar de rest blijft. Papa die is eventjes weg, die komt als goed zo terug. Ga ik alvast even mijn bikini aantrekken. Ik haal even mijn make-up eraf. Ik had vanochtend een beetje bronzer zo aangebracht, mascara en mijn wenkbrauwen gefixt. Maar ik ga nu gewoon de rest van de dag mezelf installeren op zo'n luchtbedje in het zwembad. En even de verkoeling opzoeken, want het is zo warm hier. Het is echt ook een hele vochtige dag. Dus ik merk het aan alles, ook aan mijn voeten. Mijn gezicht, alles is extra opgezwollen. Een van de zwangerschapskwaaltjes. Vocht vasthouden, vooral mijn lippen en mijn gezicht, mijn wangen. Is niet normaal meer. Goed, ik duik het water lekker in. Ik zeg plas, plas, plas. Nee, dat mag niet zeggen. Even kijken, pop, pop, pop. Ja, 1, 2. Dolfijn, zeg je, ja? Ga maar pakken, Juna. Die heeft wel staat, maar... Ga pakken, hè. Ga pakken, Jun. Die andere heeft nog geen staart. Maar waarom heeft die andere geen staart? Is er afgebeten, misschien door een andere? Of misschien een auto overheen? Ja, of een... Wat een kaart spullen. Ga maar pakken, Jun. Ja, papa is ook aanwezig. Ja. Voordat jullie denken dat mama met z'n drie op vakantie is. Nee, papa is er ook.